Ik weet niet wat er aan de hand is. Want ik kan me niet voorstellen dat er cambio's nog zijn die 8,40, 8,35, 8,40 voor de opkoop van de dollar. Terwijl er al zeker, wat ik weet, minimaal 2 cambio's zijn die al naar de 8 zijn gedropt. En de komende weken zal het verder droppen, omdat we tegen 25 november zal het een drastische drop maken. Als er woenje is onderling, want ik ben een aantal keer gebeld door cambiohouders om te praten. Ik weet niet precies wat er aan de hand is, maar ik denk dat we, als we de koppen bij elkaar steken, dat wij dit fenomeen echt achter ons kunnen laten. Ik heb deze belofte gedaan in eerste instantie, let wel, in eerste instantie aan de mensen die vandaag aan de dag huur vanwege het probleem van huizengebrek huur moeten betalen in dollars. Nou, als je $300 moet betalen, is het $250 is een hoofdpijn van hier tot ginder. U kunt nu op het ogenblik, en ik denk binnenkort dat het zeker minder gaat worden, naar een bepaalde cambio gaan. U geeft het tegen waar we zeggen, u moet $300 betalen, is 300 maar 8, is ook 24, u geeft dat af. En zij moeten ervoor zorgen dat uw huurder betaald wordt. Dan gaan we nu natuurlijk uitkijken. U bent in staat om $300 te betalen. De organisatie gaat het voor jou betalen, die komt u tegenwaarde. U betaalt het. Dat wil zeggen dat u in staat bent om een huis van 2400 SRD per maand af te lossen. En deze mensen, denk ik, zijn mensen die in eerste aanleg gewoon recht hebben en op een huis. Uiteraard gaan we je record na. Om te kijken of je al geen andere zaken hebt, want de zaak moet zo clean mogelijk zijn en we hopen dat de verschillen zo minimaal mogelijk zijn. Ik hoop dat de mannen dit herkennen waarmee ik dit gesprek twee jaar geleden heb gevoerd, anderhalf of twee jaar geleden, en zien dat we ons woord houden. Het had eerder gekund, we waren op weg. Ja, Surinamers kennende, of de mens kennende, er is daar tegen ingewerkt. Tegengewerkt. Ik heb campagne ook, laten we zeggen, 2000 gulden voor een woning. Euro zo. Dat want dat je, if we give you a supreme by 1750, je moest maar op zijn vrij. Dus, geloof me, op de 25 november zult u zien wat gaat gebeuren met de koers.